Nou Frits, we staan hier midden in de kleedkamer van Cambuur. Wat waren nou een beetje jouw vaste rituelen in de aanloop naar zo'n wedstrijd? Nou, dat was uiteraard de bespreking dus na de wedstrijd toe. Wat je dan de hele week dus had gedaan. En een klein stukje richting de vijand. Want ik zei altijd, moest luisteren, we spelen vandaag tegen windkracht 24. Dan is 70% voor ons en 30% van hun. Maar wij moeten naar 80 en die mensen moeten naar 20. Maar dat was ook wel eens een wedstrijd. Als je tegen Ajax moest, dan zei ik ook een beetje overdreven, 60 voor Ajax en 40 voor ons. Maar laten we proberen Chinees gaan pikken, dat we er op 45 komen of 50 komen, heb je 50-50. En dan met een beetje dus de beuk erin zetten, ja, dat je dus wat meer kan pakken. Maar dat is beeld van de wedstrijd. Nou, en dan gingen we tegelijk de kleedkamer in, of ja, omst de beurt, degene wat vroeger, dus op de massagetafel en alles erop en erom. Nou, dan keek ik of alles ja, naar mijn zin was. En dan ging ik naar buiten, deed ik de deur dicht. En met de wetenschap dat spelers dan gewoon zichzelf kunnen zijn. En niet dat die waar komt, dus alles zo in de gaten houdt, dan ben je jezelf niet. Dat noemen ze dan respect hebben. Maar je moet dus ook laten weten dat je de baas bent. Maar niet dus op dat moment voor de wedstrijd. Want er zijn mensen, ja, die worden zenuwachtig. En een speler moet voor de wedstrijd niet zenuwachtig zijn. Want als je dan hier blijft, ja, dan ga je eens anders zitten kijken. En dan is een speler niet menselijk vreemd. Dan zou die misschien wel nerveus kunnen worden. En het slechtste wat je kan verzinnen. Je moet die speler iets onoverwinnelijks dus laten voelen. Nou, daar moet je niet bij zijn. Maar geen keiharde motivatiespeeches? Wel, als we terugkwamen dus van de warming-up. Dus het moment dat iedereen klaar was en het belletje, de zoomer was gegaan om naar buiten te komen, dus van de scheidsrechter, ja, dan waren er een paar woorden. En hoe ging dat dan? Godverdomme. En nou gaan ze er aan hoor. En vanaf ik iets. En niet dus eerst eens even kijken of er een kat in de boom zit. Nee, aan je kloten. Dus meteen er bovenop. Ja, ja. Nou, en dat soort teksten. Schreeuwend? Nee. Nee, want je zit natuurlijk in een kleine ruimte. En ik vind altijd, hoe zachter je praat, hoe beter is het oor. Kijk, als ik tegen jou zit te schreeuwen, dan denk ik, komt die gek ook weer om, weet je wel. Maar praat ik langzaam en zacht, dan denk je, godverdomme, wat zegt die? Gaat het om? Ik wil het wel horen wat hij zegt. Terwijl heel veel mensen misschien denken, Frits Korbach, veel psychologische trucjes, waaronder deze natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook misschien echt iemand die een ploeg tot op het bot weet te motiveren. Misschien wel door keiharde speeches en zo. Maar dat was dus eigenlijk niet het geval. In de rust. Hoe ging dat in de rust dan? Soms wel eens met geweld. Ik heb wel eens, hij staat hier nu niet. En dan weet ik niet of dat, kijk, als je zoveel clubjes hebt gedaan of hebt mogen doen. Ik heb wel eens een tafel onder ze boven geschopt. En dan met een tekst erbij. Kijk, die ken ik raken, die tafel. Zou je de godverdomme daar ook een doodschop willen verkopen of niet? Ik heb die vent alleen maar dus die kaart in zijn zak gezien zien houden. Dan moet dus een kaart voor de dag komen. Slap je aan als ze. En dat helpt wel eens. Maar dat moet je niet elke week doen natuurlijk. Als je dat één keer per jaar doet, dan is het genoeg. Ja, wat ik dus bijna nooit deed. Ja, dat ik dan zomaar zei tegen iemand. Doe je ze zelf uit? Of zal ik ze uitdoen? En dan zei ze, hoezo, wat bedoel je dan? Zie je schoenen? Zeg, want dan neuk ik je met een vliegende noodgang eruit. En dan kan een ander toch voor je spelen. Zo de mythe toch op. Zeg het maar. Nee, trainer, ik hou ze graag aan. Oké, speel je verder. En dan met de wetenschap hopende dat hij ook beter ging spelen. En dat lukte. Wel eens, maar ook wel eens niet. Vond jij jezelf een harde trainer? Ja, als je eerlijk bent, ben je ook vaak hard. Dus wel altijd heel eerlijk. Dus gewoon iedereen, dus midden in zijn giechel, midden in zijn treiter, dus gewoon de waarheid zeggen.
He, dus gewoon zeggen, dat is het. En kun je daar niet mee leven, moet je er daaruit. Stond je altijd boven de groep of was jij misschien ook af en toe ook een van de jongens? Ja. Of kon je dat combineren? Ja, dat moet je dus in een vat dus plaatsen. En ja, dat moet je voelen. Dat is dan inderdaad die amateurpsycholoog. Ja, dat je zegt, je moet beginnen om er een kilometer of 10 boven te staan. Dat ze denken, Jezus, we mogen niks. En dan voel je dus geleidelijk aan hoe dat werkt. Dus om te kijken van, kunnen ze daarmee omgaan? Dan is goed. En dan kun je er tussenaan lopen. En dan ben je natuurlijk ook nog in staat om dus veel dingen dus op het veld om mee te doen. En als je er dan eenmaal tussen liep, gingen spelers zich dan niet anders gedragen? Nee, want dan wisten ze dat ze daar voorzichtig mee moesten zijn. Want dan kregen ze een doodschop, hè? Want dat was mijn beste kwaliteit. Ik kon hem niet 999 keer hoog houden zoals Gerrit Muren. Dat kan die nog. Die is net zo oud als ik, of misschien al een dagje ouder. En die houdt hem nog 999 keer hoog, als het niet twee keer is. Maar als er een schijnbeweging maakte, dan zat hij in de hekken. En dat wisten ze ook.